Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Mirjam Kuipers en ik ben coördinator bij Senior Service voor de regio Ede. Tot 3 jaar terug werkte ik lang in het bedrijfsleven en ik heb 3 jaar terug bewust een keuze gemaakt om toch graag voor andere mensen wat te willen betekenen. En dan vooral voor de kwetsbare ouderen in onze samenleving. Ik werk bij Senior Service en wij zijn een organisatie en verlenen aanvullende mantelzorg aan senioren. Met als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig op een verantwoorde manier kunnen thuis blijven wonen. Wij werken als organisatie samen met huisartsen, met geriaters, met de thuiszorg, met zorginstellingen, met case managers van Dementie Gelderse Vallei en niet in de laatste plaats veel met familie van cliënten. Wat mij ontzettend veel voldoening geeft in het werk, als ik het vergelijk met mijn baan voorheen, is dat we gewoon heel veel zinvol werk kunnen bieden aan mensen die op zoek zijn naar een leuke baan. Wat mij veel voldoening geeft is als ik een match kan maken tussen een medewerker en een hulpvraag van een cliënt. Om een leuk voorbeeld te geven, wij hebben een medewerker in dienst en zij is erg creatief aangelegd en zij heeft aangegeven daar ook graag wat mee te willen doen. Nu is er een dame, zij is 94 jaar en woont in Bennekom en zit in een rolstoel en komt eigenlijk amper buiten. Dus wij hebben een hulpvraag van haar dochter gekregen ter ontzorging van haar dochter. Kunnen jullie een paar keer in de week naar mijn moeder toe gaan om haar wat op te vrolijken, haar mee naar buiten te nemen om een frisse neus te halen. Dus wat gebeurt er nu 2 tot 3 keer per week? Deze medewerker gaat naar deze dame toe en ze gaan eerst met elkaar lekker een blokje rond haar huis wandelen door de wijk. En vervolgens gaan ze gezellig met elkaar koffie of thee drinken en daarna komen de schildersspullen op tafel. Dus het is heel mooi om te zien dat deze dame van 94 lentes jong gaat schilderen en verborgen talenten komen naar boven. En deze dame kijkt iedere week uit of iedere dag uit naar de bezoekjes van onze medewerker. En het mooie is dat er ook toch een hele persoonlijke band ontstaat. Omdat onze intentie is dat er gewoon 1 vaste medewerker bij dezelfde cliënt met bepaalde raakvlakken wordt ingezet. Gezien de grote hulpvragen in Ede, dat we toch behoorlijk wat mensen krijgen die toch persoonlijke begeleiding van ons willen hebben, ben ik op zoek naar mensen, naar nieuwe medewerkers die betrouwbaar zijn en die ik bij wijze van spreken ook aan mijn eigen vader of moeder zou kunnen toevertrouwen. Verder is het belangrijk als medewerker dat je hart voor senioren hebt. Bij voorkeur ervaring met mensen met dementie of in ieder geval affiniteit ermee hebt. Daarnaast enkele dagdelen flexibel per week inzetbaar bent. En het zou heel mooi zijn als extra plus dat je in bezit bent van vervoer. Want we krijgen ook vaak het verzoek om uitjes met cliënten te ondernemen. Dus ik hoop, mochten jullie belangstelling hebben, dat jullie zeggen, het spreekt mij gewoon heel erg aan. Toch ook de persoonlijke benadering die ik ook gewoon na wil streven. Zowel met medewerkers, dat ik daar persoonlijk contact mee onderhoud. Met cliënten, met de andere zorgdisciplines. Maar ook met familie van cliënten. Dus mochten jullie je aangesproken voelen van, ik wil heel graag wat voor Senior Service en vooral voor de ouderen in de gemeente Ede van betekenis willen zijn, dan sta ik als je de zaal uitgaat aan de rechterkant. En dan wil ik heel graag verder met je in gesprek, zodat we kunnen kijken of we met elkaar wat voor de senioren en hun familie in de regio Ede kunnen betekenen. Bedankt voor jullie belangstelling.